Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone. Hey, Blakke Gamers. Fijne tweede kerstdag. Hopelijk hebben jullie in ieder geval een eerste leuke eerste kerstdag gehad. Gisteren is geen video online gekomen natuurlijk. De meeste mensen die doen op de eerste kerstdag wat. En... Oh, hij vliegtuig. Dus dan doen we het op deze manier. Hey, eventjes een dingetje. Ik wil vandaag eigenlijk gaan maaien. En ik wil allereerst even silagebalen maken. Ik heb de vochtigheid van het gewas heb ik even uitgezet. Zoals je kunt zien. Omdat het namelijk heeft geregend, kunnen we niet gaan maaien. En omdat de... Als we eventjes gaan kijken. Kijk, als we even kijken naar de droogheid. Is het slecht weer om te drogen. Dus dan maken we allereerst eventjes silagebalen. Want we hebben nog geen silagebalen. Maar daarnaast moeten wij namelijk ook een balenpers hebben. Nou, die kunnen we in principe huren. Maaiers moeten we hebben. En een hark. Dus ik zit echt even te kijken. Ik heb die puttingers heb ik volgens mij niet geactiveerd. Nee, dus eigenlijk moet die even activeren. Want die doen het direct in een zware... En dan moeten we eens even kijken hoe duur dat zal zijn. En dan moeten we nog een hark hebben. En dan moeten we nog een balenpers hebben. Dus moet eventjes gaan kijken hoe en wat. Dus ik moet allereerst eventjes die puttingers eventjes activeren. Dan gaan we even kijken hoe duur die is. En dan kunnen we misschien als het goed is wel gaan maaien. Want ja, we kunnen momenteel toch niet zo heel veel. Het is dan wel de laatste dag van de lente. Maar ja, de velden die zijn volledig bemest. Dus dan kunnen we beter met het gas bezig zijn. Dus ik kom zo bij jullie terug, eventjes die puttingers activeren. En ja, dan gaan we een beetje maaien. Nou, daar zijn we dan. Dan gaan we maar eens eventjes kijken hoe duur dat is. Die achter is 42.000 euro. Oh, vreselijk. Ja, maar deze heeft die banden, zie je dat? Ja, dan moeten we dus die hebben en dan moeten we deze hebben. En dan komen we rond 50.000 euro uit. Wel meer. 6.000 hebben we nog maar 13.000 euro over. Maar ja, het is niet anders. We hebben het gewoon nodig. En dan die ook nog. We hebben 12.000 euro, hè. Boah. Dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk wat moeten gaan verkopen. Maar goed, ik zal mezelf even hier neerzetten. Anders zien jullie namelijk de dinges niet. Even mijn telefoon op stilzetten. En dan mag ik een stukje naar achteren, dankjewel. Zo, dan gaan we met de Johnny gaan we maaien. En dan ik weet nog niet precies welk veld we gaan doen. Of veld 7 of veld 2. Op zich maakt niet zoveel uit. Volgens mij zijn ze alle twee net zo groot. Ja, of ik doe ze alle twee en dat ik het ene veld bewaren en het andere veld ga verkopen. Dat we weer wat geld hebben. Dat is ook een idee. Misschien dat dat nog wel een beter idee is. En we moeten een vierkante balenpers hebben. Want we hebben ook vierkante hooibalen en andere balen. Even kijken hoor. Koppelpunt zit hier. Maar soms staan ze precies de andere kant op. Deze mag hier. Zit het ding een end naar voren of niet? Maaien op deze trekker. Kijk hoe lang die achterkant is. En aan de achterkant moeten we via de andere kant. Die staat weer net andersom. Zo. Ik denk dat we alle twee de velden gaan maaien. En dan moet dat goed komen. En dan nemen we die meer. Kijk, gekozen werkmode staat er bovenin. Breed spreiden. Nou, dat is daar niet de bedoeling. Ik denk dat we alle twee de velden gaan maaien. Eén veld houden we, ander veld gaan we verkopen. Ik direct even het andere hek. Blablabla. Zo makkelijk als je zo snel kunt rennen. Hashtag team. Zo. Ja, hiervoor hebben we namelijk geen hark nodig. En dat is toch wel makkelijk. Zo, die moeten naar beneden. En daar staat er in zwaarden, staat er nu. Dus dat is wel makkelijk. Dus ik denk dat we hier gewoon gaan beginnen. En gaan we kijken. Ja, dat is ook lang gras, jongens. Jezus. Oh, die bosjes ook altijd.
Ja, maar dit is ook lang gras, joh. Jezus. Dat is echt lang gras. Ik heb er nooit zo lang gras gezien in farming. Jullie wel? Lekker hoor. Kijk, dan doe ik gewoon één rondje, denk ik. En dan op en neer. En het wordt toch bijna zomer. Dus dan groeit hopelijk dat gras ook zo snel mogelijk weer aan. Eigenlijk moet dan een pers-wikkelcombinatie hebben van vierkante balen. Maar die heb je volgens mij niet. Alleen ronde balen. Tenzij er een mod voor is. Dat kan ook nog. Dat je een vierkante balen pers-wikkelcombinatie hebt in plaats van rond. Kom op, Shoddy. Ga scheren. Dat is ideaal, die banden. En ik heb deze link toen ook een keer ergens anders al neergepleurd. Maar dan moet ik hem weer eventjes zoeken. Zo. Dan gaan we mooi aansluiten. En dan die en dan die omhoog. En dan gaan we op en neer het veld. Kijk, dat gras is zo lang dat die voormaaien al gewoon gaat maaien. Zo. Maar ik denk dat het ook custom textures hoor in deze map. Dat het gras zo dat het in deze map zit. Daarom is dat gras ook zo lang. Denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb geen mod voor dat gras. Dus, maar goeiedag, we zitten daar hoog, of niet? Of is dat gras lang? Zo. Kijk, die voormaaier die maait al gewoon, terwijl die eigenlijk omhoog staat. Zo lang is dat gras. Lekker hoor. Nou, ik kan er even een tuinlesje van maken. En ik denk dat we dat ook wel even gaan doen. Cam uit. Dan kunnen jullie gewoon lekker door blijven kijken. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus geniet maar eventjes van de timelapse. We doen hierna ook direct het andere veld. Dus ik weet niet of ik alles in timelapse breng. Maar dan weten jullie dat vast. Dat gaat helemaal goed komen. Dus ja, nee, ik zou zeggen. Geniet van de timelapse. Alright, het maaien is klaar van het veld. En ja, ik weet dus niet hoeveel balen we hier vanaf krijgen. En we doen natuurlijk een kwartiertje lange video, dus we stoppen er zo mee. Anders klopt het zometeen niet meer de tijd. Maar ik denk dat we daar vanmiddag de Shoddy op courseplay zetten op veld 2. Denk ik. Hoop ik dat dat goed gaat. En dan gaan wij balen persen. Want volgens mij heb je standaard in-game. Heb je volgens mij niet een, hoe heet dat?
Een vierkante balenpers die ook daadwerkelijk ja, pers tegelijk. Wikkelt. Zo, deze even dicht. Zo. Dan kunnen we die laten instellen. Dan gaan we heel veel kijken naar de balenpers. Baaltechnologie. Ja, want je hebt alleen deze. Dit is een ronde balenpers. Ja, dit is een ronde balenpers. Dus ik moet eventjes een vierkante balenpers zien te vinden. Die ook daadwerkelijk gaat persen. Wikkelen. Dus. Moet maar eens even gaan kijken. We kunnen natuurlijk ook weer deze gebruiken. Die hebben we toen ook gebruikt. Maar ja, we gaan het vanzelf zien. Ja, dan gebruiken we denk ik de. Voor de balenpers. Ja, maar daar hebben we ook een grotere trekker voor nodig. En onze Sony is de grootste trekker. De Deuze heeft 160 pk, dus wordt niks mis. En de Zetag 147 pk, dus heeft 250 pk. Dus we ook even kijken hoe we dat gaan doen. Omdat, ja, 160 pk, ik hoop dat die deur dat eraan kan. Met de balenpers in ieder geval. En wikkelen tegelijk, dus het kost ook nog wel even tijd. Ik ben alleen benieuwd of de ooit nog de. Hoe heette die blauwe balenpers ook weer? Ah, jullie weten wel wat ik bedoel. Die ik toen in 2017 gebruikte, die daar stond. Gurwal Elite Master, dat was de naam. Dat zou wel mooi zijn. Of een krone waar je zelf het folie bij moest vullen. Dus ik ga even kijken naar een mod daarvoor. Misschien dat het een beetje een korte aflevering is. Sorry daarvoor. Maar goed. We gaan dus vanmiddag dit veld maaien en persen. Moet ik alleen nog even de goede balenpers zien te vinden. Dus daar ga ik nu even mee bezig. En dan wens ik jullie een fijne kerst natuurlijk. En mocht ik jullie vanmiddag nog zien, dan zie ik jullie graag vanmiddag. En anders een hele fijne kerst. Niet te veel eerder, want daar word je dik van. Maar bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En graag tot de volgende keer. Kalm!